Hey creatievelingen, vandaag ook weer een nieuwe video voor jullie. En vorige week heb ik niet geüpload, want ik was op werkweek. Nee, vandaag. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen, want het gaat het doelboek bepalen welke challenge ik ga doen vandaag. Ik weet een beetje wat voor challenges erin zitten, maar ook eigenlijk helemaal niet. Maar goed, laten we maar kijken welke. Daar gaan we. Even kijken hoor. Wacht, ik doe het gewoon zo open. Waar ben je boek? Oké. Eerste bladzijde die ik aanraak, die wordt het. En dan die kant van de bladzijde. Kom, ga open. Even kijken. Dat is deze. Oh, de dobbelsteentje. Dat toen verveelde ik me. Toen heb ik gewoon zo'n lijst gemaakt, want ik dacht, leuk. Maar mijn lijstje vind ik zelf leuker dan deze, want hier heb je zo'n mens en dan superheld bij de uitvind. Ik had echt zoiets van, Ik ga even een dobbelsteen ergens vandaan halen. En laten we dan gaan beginnen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het echt een leuke challenge. En ik weet ook dat ik zelf een hele leuke lijst heb met vet random dingen. Ik weet nog niet of die af is. Gaan we zo ook allemaal kijken. Ik heb een dobbelsteen en ik gok als ik gewoon op dobbelsteen challenge zoek dat ik hem al vind. Laten we beginnen met wat het is. Ik heb gewoon net uit man, vrouw, meisje, jonger, weet je wel. Tiener, meisje, tiener, jonger, want. Dus we beginnen met de eerste en ik ben heel benieuwd. Daar gaan we. 1, 2. De 2. Oh. Laten we de omgeving ook gelijk doen, want dan kunnen we de houding kunnen we dan even af en toe aanpassen. Omgeving. Ze is in een parkje. Oh. Ah, ze loopt gewoon in het park. Ik vind het prima. Ik ga gewoon beginnen met schetsen. Dus ik ga een vrouw tekenen in een parkje. En de rest komt vanzelf wel. Ik denk dat ik haar ga laten zitten op een bankje. Of laat wandelen door het park toe. Door het park, zeg maar. Bij een vijver, weet je wel. Over een bruggetje. Ja, super gedetailleerd. Natuurlijk al gelijk. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we door kunnen gaan naar de volgende dobbelsteen ding. Dus daar gaan we beginnen nu met de kleding. Dus het kan of baggy zijn of echt super van oud, zeg maar. Oud fashion. Oud. Sportief of super modern, weet je wel. Echt heel netjes of echt gewoon een meest basic kappertje voor kan stellen. Dat zijn de 6 opties. Allemaal wel oké te doen, denk ik. Dus daar gaat ie. 1, 2. De 2e. Oh, dat vind ik leuk. Super oud. Nou ja, super oud gewoon. Wat nu echt niet meer kan. Waarschijnlijk wordt het echt super schattig, maar het gaat even erom het idee. Ik ken mezelf iets te goed. Goed, dan gaan we over naar de schoenen. En het zijn of slippers, hakken. Nou ja, ik heb het net al genoemd volgens mij. En anders, je ziet het wel in beeld. Oké, 3, 2, 1. Ook nummer 2. Oké, haar gaan we dan nu doen. En we hebben dus lang haar, gekleurd haar. Dan mag je dus zelf weten hoe lang het is, denk ik. Gewoon gek kleur of zo. Kort haar, wild haar, gemiddelde lengte of echt gemillimeters. 3. Kort haar. Ja, nee, we gaan er echt zo'n korte kaps geven, weet je wat? Dat echt toen helemaal het was. Dat is leuk. We gaan dat doen. Even kijken. We gaan ook nog spullen doen. En nou ja, we gaan gewoon alles af. Dus kort haar gaan we toevoegen. Plus een bankje. Oh, maar ik heb al een bankje. Oké, nou, die hebben we al voltooid. Dus nog kort haar moet toevoegen. En dan nog details. Sieraden. Oké. Kort haar en sieraden en nou ja,
verder afwerken in de schets. En dan gaan we hem online en inkleden waar ik heel veel zin in heb. Ik denk niet dat een idee met zo'n gare random dingen ooit zo goed is uitgewerkt, geklopt. Hoe zeg je dat? We doen even tussendoor groentje update. Hij wordt echt heel groot. Moet je kijken. Ik heb een week geen water gegeven. Ik was op werkweek. Ik hoop dat mijn moeder hem water heeft gegeven. En anders. Hij is echt huge geworden. Moet je kijken. Ja, de mensen op Insta die snappen het wel. Maar deze plant heet groentje. Die groeit nog altijd vrij weinig. Maar moet je kijken hoe groot dit is. Dit was dat kleine plantje, weet je wel. Ja, het paste zeg maar echt net in het potje, weet je wel. Het zat over de gaten. Begon echt zo'n groot pot, zeg maar. Zo groot was de plant eerst ongeveer. Er kwamen zelfs wel wortelen van onder als je ziet. En dat is even mijn mooie groentje update. Het is echt al 2-3 dagen verder of zo. Ik wil me gaan inkleuren. En ik dacht gewoon normale kleuren te doen. In ieder geval, dat lijkt me logisch dat dat wel mag. En de boom gewoon natuurlijke kleuren. En het meisje dacht ik gewoon zelf echt van die hele ouderwetse kleuren te geven. Weet je wel, dus echt zo'n ouderwets jurkje. En dan vond het haar gewoon, ja, ik noem niet echt heel blond of zo. Maar wel een beetje die kleuren, weet je wel. Ik heb dus mijn Tombow stiften. Mijn Stabilo stiften. Ja, ik ben heel benieuwd. Wauw, vlekt de pen dus echt vet erg. Maar nu heeft het natuurlijk al een paar dagen gezeten. Op papier, dus ik ben benieuwd of het überhaupt gaat vlekken vandaag. Als ik gun. Oh, die ogen zijn even vet scheef. Ik denk dat het zo wel ongeveer oké is. Ja, wat ik zei. Die ogen. Laten we beginnen met mijn Stabilo. Even kijken. Deze misschien. Nog een groen. Dat is altijd wel leuk om te variëren. En het jurkje. Welke kleur doen we het jurkje? Zou ik dat paars maken? Ik denk dat het echt heel schattig gaat staan om die paars te maken. Dit bankje willen we nog. Gewoon deze bruin. Dan hebben we ook nog deze kleuren natuurlijk. Nou, ik denk dat we weer gewoon de blauwe pakken voor de lucht. Deze. Kijken. Oh, deze roze. Doen we daar bloemetjes mee. En grijs voor de paden. Ik ga even de kleuren testen. Ik heb er even heel wat kleuren uitgehaald en toegevoegd, zoals je kan zien. Ik kan dit ook alleen doen.
En dan is denk ik dit wat ik kan maken als de dobbelsteen mijn tekening bepaalt. Ik hoop heel erg dat je dit leuk vond. Ik vind het zelf best wel goed gelukt eigenlijk. En ik vind het zelf ook leuk om te zien dat ik toch buiten mijn comfortzone heb gewerkt. Terwijl het toch weer niet helemaal uit mijn comfortzone was, zeg maar. Want ik zou het misschien niet heel snel combineren. En hoe kwam ik op een paars shirtje? Even ja. Doe een duimpje omhoog. Abonneer ook. Dan mis je geen volgende video. Want er komt weer een hele leuke video aan. Daar ben ik ook mee bezig te filmen toevallig. Waarschijnlijk ga ik zo weer verder filmen. Maar dat maakt niet uit. Dat zie je dan wel. Ik denk dat dat volgende week is. Oké, voor mij is dat over 1,5 week. Dus dat klinkt heel ver. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want na 100 pogingen om deze outro op te nemen, wens ik jou de creatieve groetjes.